Welkom bij alweer een nieuwe video-workshop van Kliks. Dit keer wijd ik je in in de geheimen van MP3-Gain. Dat vind je op mp3-Gain.sourceforge.net. Maar gewoon eens googelen naar MP3-Gain, brengt je ook wel op deze website. Met dit tooltje kan je het volume van al je mp3-bestanden min of meer gelijk trekken, zodat je niet meer moet schrikken wanneer je in shuffle door je collectie gaat. mp3-1 zorgt daarbij dat de liedjes allemaal even luid klinken, daarom zijn ze niet per se even luid, maar de technische uitleg daarachter die ga ik je besparen. Je kan hier op download klikken op de gewone exe, het install bestand, waar staat This is what most people want to download. Want jij bent ook een van most people wellicht. Je moet dan wel een aantal seconden wachten eer je met de download kan beginnen. Voilà, ik bewaar hem op mijn bureaublad. Even wachten, het is amper een halve megabyte, dus lang duren doet het niet. Zodra het bestand is binnengehaald, start je de Install Wizard. Je moet dan wellicht nog even toegeving stemming geven in Windows om dat uit te voeren en dan krijg je misschien dit te zien wat wil zeggen dat sommige bestanden out of date zijn ze zijn niet meer up to date wil je MP3 gain installen wel als je dit kader te zien krijgt klik je hier best op Nee dan druk je op Vorige of je gaat gewoon op een andere manier terug naar de downloadpagina en dan klik je hier op MP3 gain Win Full die bevat nog een aantal extra bestanden die nodig zijn om het programma te doen werken de rest is hetzelfde. Een paar seconden wachten en dan het installatiebestand opstaan op je bureaublad. Je ziet dat het nu bijna 2 megabyte is, dus dat binnenhalen duurt ietsje langer. En voilà, hij is binnen. Hierop klikken om de installatie te starten. Weer even toestemming geven en dan de wizard volgen. Hier kan je nog aangeven wat je allemaal wilt installeren. De language files, als je het in het Nederlands wil, dan klik je hier nog Dutch aan. Voilà. Next. En het is zo gepiept. Dit vind je laat staan. Met een druk op Finish zal je mp3-gain te zien krijgen. De browser die mag nu trouwens even dicht. Dit is mp3-gain. Het is niet zo heel moeilijk, ook al ziet het er misschien een beetje angstwekkend uit. Hier zie je het volume naar waar MP3 gain je muziekbestanden zal gaan normaliseren. Standaard is dat 89 decibel. Ik vind dat persoonlijk een beetje stil, dus ik ga voor 92 decibel. Je kan zelf gerust wat experimenteren, want alle wijzigingen die MP3 gain aanbrengt in je MP3's, die veranderen het bestand aan zich niet. Het wordt niet gehercodeerd, dus je kan alles gewoon terugdraaien wanneer je niet tevreden bent. Wil je een enkel nummer toevoegen, dan klik je hier op open bestanden. Wil je meerdere nummers toevoegen of gewoon Hele mappen, dan klik je op Open Map Album. En hiermee kan je dan op zoek gaan naar je mp3's, bijvoorbeeld. Selecteer je nu je mp3-map, dan worden alle submappen ook ingeladen, dus enkel de hoofdmap inladen volstaat. Ik ga nu, bijvoorbeeld, even op zoek naar pakweg de Beatles, als ik die kan vinden. Die heb ik hier staan. Voilà. Ik heb hier een, een hoop CD's en ik selecteer enkel de hoofdmap. Met een druk op OK zal de lijst hier helemaal gevuld worden. Zoals je ziet heb ik het volume van al die nummers van de Beatles al eens genormaliseerd, allemaal rond de 92 decibel. Het is natuurlijk nooit perfect 92 decibel, want dan zou je vervlakking gaan krijgen als alles exact hetzelfde is. Hier zie je ook clipping staan, dat wil zeggen dat het nummer een beetje overstuurd is. Soms kan mp3-gain dat oplossen, soms niet. Al deze nummers zijn al bewerkt, dus het heeft heel weinig zin om dat opnieuw te gaan doen. Ik wist alles, maar ik heb hier nog wel een nummertje staan dat wat bewerking kan gebruiken. Voilà, zoals je ziet krijg je enkel het pad van het bestand en geen volume-informatie. Daarvoor moet je eerst drukken op nummeranalyse en dan gaat hij de hele lijst analyseren. Voilà, het volume ligt op 96,3 decibel en er zit clipping in. En MP3 geen moet het nummer zo'n 4,5 decibel naar omlaag halen. Hoe doe je dat nu? Wel, gewoon klikken op nummer niveau en dan gaat hij de hele lijst in dit geval maar één nummer aanpassen. Voilà, het resultaat is 91,8 decibel. De clipping is verdwenen. Zo eenvoudig is het. Wil je eens horen hoe het zit op 89 decibel? Dan verander je het nummer. Je drukt opnieuw op nummer niveau en zo gemakkelijk is het. Zoals gezegd wordt het bestand niet gehercodeerd en zal er dus geen kwaliteitsverlies optreden. Voilà, veel plezier ermee. Ik hoop dat je er iets aan hebt.